Dit is de boktor. Het houtvretende beestje zet in 2010 boskoop op zijn kop. Het gevolg? Complete tuinen moeten worden gerooid. En nu is er de Xylella fastidiosa. Als deze schadelijke bacterie wordt ontdekt in ons land, zijn de gevolgen niet te overzien. Ja, het wordt dan een heel groot probleem. De Europese wetgeving zegt dat dan in een straal van 10 kilometer rond de vindplaats, zeg maar, alle waardplanten moeten blijven staan. Die mogen dus niet meer verhandeld worden. En dan voor een gebied als boskoop betekent dat voor een groot aantal bedrijven een enorme strop. En die is ook niet te becijferen op dit moment. LTO Boom en Plant durft er wel een bedrag op los te laten. Volgens de brancheorganisatie zou de schade voor de boskoop op jaarbasis tussen de 30 en 50 miljoen euro liggen. Maar wat het bedrag ook mag zijn, De Vries vreest vooral voor zijn eigen bedrijf. Ja, niet alleen met mij. Dat doet het met mij en met de mensen die voor mij werken. Want we hebben 70 man in dienst. Doet het heel veel. En er zitten 70 gezinnen achter. Mensen die werkloos worden. Dat zit er dan achter. Even los van de centen. Los van overigens maatregelen die de overheid in tegemoetkoming nog bijvoorbeeld zou kunnen doen. Alleen vooralsnog betekent het een faillissement, denk ik. Toch is een uitbraak van de bacterie in boskoop eenvoudig te voorkomen. Voor vakantiegangers zou ik zeggen van jongens, zie je een mooie plant, maak er een foto van. Ga naar je tuincentra, dat zijn gespecialiseerde bedrijven, die herkennen die plant op het fotootje en koop daar die plant die in een goed circuit zeker veilig in Nederland is aangekomen. Dat zou mijn advies zijn. Dus een foto en in Nederland kopen.